We zijn in Ierland. Ik ben met Gerard, Roeland en Hugo. We hebben een huisje aan een prachtig mooi merencomplex. Daar ergens achter, daar liggen de bootjes. We hebben twee bootjes. We gaan een weekje op snoekvissen, forelvissen. Geen idee. Er zwemt van alles, dus we gaan het eens even bekijken. Het is een nieuwe locatie van Cordes. We zijn de allereerste gasten in dit huisje, dus ik denk dat we het aardig moeten gaan ontdekken zelf. Maar zin in! Zeker. Eerst maar eens even een blikje Guinness naar binnen werken. De eerste van de trip. Yo, dag nummer 1. Het is een beetje winderig buiten, maar de spulletjes zijn er klaar voor. En vanaf het huisje is het een paar honderd meter naar de boten. Dus we gaan de spulletjes inladen en kijken of we de eerste paar snoeken kunnen vangen. Gertje, wat is het plan? Ja, eerste dag vandaag en boten gesplitst. De andere boot gaat trollen. En wij gaan lekker wat werpen op ondieptes en kijken waar we ze kunnen vinden, de snoeken. En hopen op een mooie vangst, Simon. Leuk man. Aan de omgeving zal het niet liggen, nou, in ieder geval. Mooi weer. Had je hem? Met een spinnenbeet tussen de plantjes vandaan. Mooi man. Heel mooi steekje. Prima vis hoor. Zes snoeken gevangen. Nu wordt het tijd voor de lunch. Even kijken hoe de andere jongens hebben gevangen. Nummer 5, 26. Zo, even geluncht met z'n allen in het huisje. Deze mannen die hebben het iets beter gedaan deze ochtend dan wij. Wij zijn vooral de meer opgegaan, zij zijn de rivier opgegaan. En daar hebben ze veel meer actie gehad. Dus, wij gaan vanmiddag achter hun aan en kijken of we een paar mooie vissen kunnen vangen. Hugo had zelfs al een metervis erbij, dus top eerste dag. Het begint nu al een beetje te regenen, dus capuchonnetjes op en gewoon lekker doorvissen. Thank you.
mooie vis, ja. Gerard. Even kijken, waar ben je? Oh, prima vis. Zo, mooie vis. Mooi Ier snoekje weer. Superleuk. Snel terugzetten en dan gaan we er nog eentje vangen. Hier is een monster. Kleinste van de trip. Maar goed, wel nummer 16 inmiddels. Hij gaat lekker. Zo, dat was een hele gave eerste dag. Met twee boten hebben we nou ruim over de 70 snoeken gevangen. Het waren dan niet allemaal de grootste snoeken, maar ja, zoveel actie krijgen is natuurlijk super cool. Het is een uurtje of 8, dus we gaan onze spulletjes pakken en lekker naar het huisje wat eten. Nog een flesje Guinness open trekken. Ja, en dan gaan we er morgen gewoon weer tegenaan. Zeker weten. Zo, de regenjassies gaan aan. Het is vandaag dag 2. Het is typisch Iers weer. Harde wind, harde regen. De eigenaar van het huisje kwam zelfs dat het vanmiddag weather warning was. Dus zoals we in Nederland zeggen, code geel volgens mij. We gaan wel natuurlijk de bootjes op, we gaan wel proberen. Maar vrees dat het een dagje wordt met wat minder filmen. Maar ja, goed, gaan we kijken of we nog een paar mooie snoeken kunnen vangen. Dus let's go. Zo, het is vandaag dag nummer 3. Windje is helemaal weggevallen, geen regen meer. Gisteren was echt veel te gek. We hebben wel best wel wat uurtjes nog gevist en in totaal, hoeveel hadden we gisteren? 17 vissen over twee boten. Ja. Dus lang niet slecht. Vandaag zit ik met Roeland in het bootje. Het plan is om lekker veel te gaan gooien. Gericht op hopelijk grote vis. Omstandigheden zien er veel beter uit, dus... Vandaag moet het gebeuren. Vandaag moet het gebeuren. We gaan die kant op. Hopla, heeft even geduurd. Maar er hangt er een aan de jerkbait. Een iets mooier. In het lipje gehakt. Mm-hmm. Prima snoekje. Zou ik zo zeggen. De ochtend was super taai. Ik weet niet hoe laat het is, maar het zal een uur of twee zijn nu denk ik. Na de lunch in ieder geval. En we hadden trollend één visje, hier en daar wat aanbeten, maar nu eindelijk ook werpend weer wat actie op het wat grotere meer. Dus dat is wat tof. Kijken of we dit nu kunnen herhalen en nog een aantal bij kunnen vangen. Mooie tekening heeft hij, hier zo. Er zit ook wel wat in zijn buikje. Hij heeft wel een beetje gegeten in ieder geval. Later! Later. Nou, we zijn net gaan trollen. Een paar uur geworpen, maar het is vandaag gewoon heel taai. Nou, we zijn net, we zijn eigenlijk bij die punt daar begonnen, 100 meter verder en het ligt net uit en een visje. Zo, vandaag dag 4.
Vandaag ben ik met Gerard te pad. Even iets anders dan de gebruikelijke bootvisserij op de meertjes en de riviertjes. Deze ochtend gaan we met een van de bellyboats van Perrick, de huiseigenaar, op een klein meertje in de buurt. Een klein meertje wat eigenlijk van een boer is, waar niemand bij mag, behalve de mensen die hier elkaar kennen. Dus wij kunnen er als een soort privilege mogen wij erop. Perrick heeft een aantal bellyboats, daar gebruiken wij er twee van. En we zijn nu bij het meertje aangekomen. Het is een klein meertje, dus het moet goed te doen zijn met de bellyboat. Er schijnt heel veel snoek te zitten en er wordt bijna nooit gevist, dus ik ben benieuwd. Vanochtend heerlijk eventjes een paar uurtjes gebellyboot. Wat hebben we gevangen? 6 vissen geloof ik? 5 snoeken en een baarsje. 5 snoeken en een baarsje. Hoppen we weer in het bootje. Kijken of we op het riviertje nog een paar vissen kunnen vangen. En een goedemorgen weer vanuit Ierland. Zijn we weer. Daar zijn we weer. Vandaag weer met Hugo in het bootje. En een iets ander bootje vandaag. We hebben de wat snellere boot, 20 pk, van de huiseigenaar meegekregen vandaag. Zodat we wat verder weg kunnen vissen. Even wat nieuwe stekken kunnen gaan zoeken. De wat grotere meren op. Plan is gewoon vol op bak te gaan deels trollen, deels werpen. En kijken, hopen dat we een dikke kunnen vangen. Moet lukken vandaag, hè? Moet lukken vandaag. Let's go! Hugo, talk to me. We get a nice one, 100 trout. We staan aan het trollen, boven diep water. 30 centimeter aasweer. In Ierland. Ah, leuke vis. Sterk hier, hè? Sterke vis, hè? Ja, mooi.
echt wel merkbaar sterker dan onze poldersnoeken. Absoluut. Zo'n groot aas, hè? Ja. Zonder pardon. Hij is wel echt vol erop. Mooie snoek, toch? Gaaf. Kikken. Juist. Prachtige schone vis. Mooie supermooi. Blauwe kleur, hè? Ik zag dat hij een mooie buik heeft, laat eens zien. Ja, prachtige kleurde buik. Wat ik apart vind is dat ze heel veel van de vissen die we vangen, die hebben gewoon nog allemaal bloedzuigers erop zitten. Is het toch een stukje passiviteit ofzo? Ja, ik denk dat ze gewoon vrij passief zijn inderdaad. Volgens mij liggen ze een beetje vlak boven de bodem. Vandaar dat we ook echt met 3 km per uur trollen, gewoon heel traag. En dan zie je dus ook inderdaad traag gevist kunstaars. En dan willen ze dat toch hebben, hè? Een kwartiertje bezig ongeveer, dus gaat goed zo. Top. Oh, dat ging niet al. Oh, vis om vis om vis. Het volgende is voor jou, Simon. Lekker, tik hem aan. Yes. Kom maar. Volle maak eraan. Weer op zo'n grote forel op de planer. Goeie vis? Ja, ik zag hem net al in het oppervlak. Valt mee, maar wel nummer 2. In een relatief korte tijd, hè? Groot kunstaas, grote vis. Mooi vis hoor. Kijken of ik hem kan vatten. Hij is los. Kijk. Mooie dikke vis. Breed gebouwd. Ja. Geen prachtig. Hele grote vis. Het zal 3,75 meter, denk ik. Ja, zoiets. Maar prima vis. Mooie kleuren weer, hè? Ja. Het is moeilijk te zien op camera, maar ze hebben een hele mooie blauw-groene gloed over hun lichaam. Super mooi vissen. Super mooi. Even snel plaatje maken. Plaatje maken, dan mag ze weer terug. Yes. Mooi rustig aan de diepte in. Kijk. Top. Nou, dat is het volgende weer voor Hugo. Number 3. De kijkspan. Nummer 3. Hopla, zo, wat een mooie vis zeg. Ja, die schaap hè. Mooi man. Mooi vis hè. Zo, we hebben de hele ochtend getrold. Trollend hebben we, ik geloof, 4 vissen gevangen. En nou kwamen we al trollend een heel mooi ondiep baaitje tegen. Het baaitje is zelf gemiddeld 1,5, max 2 meter diep. Mooie begroeiingen langs de kant. Dus deze gaan we eens even lekker uitgooien. Kijken of dat wat oplevert. Mooi vis. Dit is een goede vis. Lekker. Goeie vis. Grove vis ook. Mooi gebouwd. Ja. Oh, ziek aanbeet, hè. Nice. Zo. Bulky yes. Vis. Heel massief. Heel massieve vis, ja. Is volgens mij niet eens zo heel lang, maar... Nee, ik denk formaatje wat we net ook hadden. Ja, net 90 misschien. Ja, ik twijfel of hij het haalt. Hele dikke rug gehad. Ja, zo. Dat is echt een stevige vis. Dat ze nu werpend ook lukken. Hele dag getrold. Hele dag aan het trollen inderdaad. Even een baaitje uitwerpen. En Hugo had er direct een mooie. Eén wat kleinere, die heb ik niet gefilmd. Maar nou komt er alweer een leuke vis. Nou, weer op de jerkbait. Vol in het zicht. Zo. Echt voor de boot, hè? Net naast de boot. Ik wou eigenlijk de jerkbait net uit het water tillen en hij pakte hem. Super vet. Mooi snoek weer. Zal zijn centimeter Jof? Net 70 misschien? Nou, ik denk 60. Maar. 65. Een leuk visje in ieder geval. Prima vis. Gaaf aanbeet, mooie kleurtjes. Ja. Daar doen we het toch voor, hè? Kijken of we nog eentje kunnen vangen.
En dat was de dag alweer, de ene laatste dag met Hugo, geëindigd op 11 stuks, 11 stuks. Aantal gemist en gelost uiteraard, zo gaat het elke dag, maar ja, weer double digits, dus ik zeg topdag inderdaad. Morgen laatste dagje, vanavond duiken we de pub in, dus kan zijn dat we morgen iets later beginnen. Later. Mannen. Nou? Nou, zo 80 misschien of niet? Zeker wel. Plaatje van maken? Ja. Dat was hem vandaag. Het zonnetje zakt rustig aan onder de horizon. Vandaag echt een hele taaie dag. De allertaaiste van allemaal. Twee vissen, wel mooie vissen, maar ja. Op de valreep wel, hè? Op de valreep toch nog een mooie vis. Was een mooi weekje, Ierland. Nieuwe locatie van Cordes. Ik zeg goedgekeurd. Mooi huisje, prima boten, leuke visserij, veel vissen gevangen. Hoeveel hebben we? Ja, over de 200 snoeken. Ja, zeker over de 200 snoeken met z'n vieren in deze week. Dus dat is top. Veel werpend, best wel wat mooie vissen, ook trollend. Dus nou ja, begin deze week een beetje naadje weer, maar de laatste paar dagen waren top. Vanmiddag nog even een t-shirtje gezeten, dat was top. Dus morgenochtend vliegen we weer naar huis en dan zien we jullie later.